Ja, Floris, een wit overwinning op een sterke tegenstander. Ja. Hoe ging dat vandaag? Ik kreeg een opening op wat die volgens mij wel lekker is voor wit. En ik had een plusje. En mijn tegenstander die ging eigenlijk vol voor in plaats van te verdedigen. En daardoor kreeg ik een hele lekkere stelling, lopen, een paar betere structuur. En dat werd op een gegeven moment een beetje een rommelmoment. Het werd spannend, er kwamen wat trucjes in. Maar het ging allemaal wel en ik behield mijn plusje. En op een gegeven moment had ik pion gewonnen en nog steeds aanhoudend voordeel. En toen op de vierde set maakte hij een blunder, waardoor ik direct won. En anders had het een heel lange technische fase nog kunnen opleveren. Maar ik stond toen al aanzienlijk beter. Ja, en je zegt dus heel veel fases. Eerst hij ging iets te vol voor. Hij had iets behoudender kunnen spelen misschien. Ja, dat denk ik wel. Ik weet zo even geen zetten. Maar hij speelde heel snel A5, A4 en E5, D5. Alles naar voren. Maar zou dat met onderschatting te maken kunnen hebben? Wellicht. Ik ben op een van mijn dieptepunten beland sinds lange tijd met mijn rating. Dus het is dan wellicht een voordeel. Nou, dus je bent een hele sterke schaker, maar vermomd met een lage rating. Nou, zo bijzonder ben ik niet. Maar momenteel sta ik vrij laag met mijn rating. En dat is wellicht een voordeel, ja. Ja, en nu dus gedeeld eerste. Waar gaat dit ophouden deze week? Nou ja, wellicht toernooioverwinning. Maar dat lijkt me wel heel ambitieus. Dat was ook niet mijn verwachting of doel aanvang van dit toernooi. Nee, mijn doel was om rating te winnen. Want ik moet alleen op de 2400 halen om IM te worden. En ja, daar ben ik nu dan wel redelijk goed mee op weg. Ik kreeg net via de WhatsApp binnen dat ik nog 21 punten moet. En ik geloof dat ik al meer dan 21 heb gewonnen. Dus het is theoretisch mogelijk. Virtueel ben jij nu IM? Nee. Moeten nog 21, exact, dus je moet nog flink aan de bak. Punten, ja. Dus ga je dan vanavond flink vieren of denk je nou, het zou als dit toernooi kunnen gebeuren, nou, rustig aan naar huis? Het gaat goed zoals het nu gaat, dus we gaan gewoon lekker door. Ja. Nou, heel veel succes de rest van het toernooi. Dankjewel, bedankt.